groot aasvissen doe ik eigenlijk altijd hetzelfde. Afwisselend met makrelen en sardientjes. Eén hengel op de steunen. Voor het stationair vissen met je aas op de bodem. Groot schepnet hoort erbij natuurlijk. En de tweede hengel met een dobber en zwevend aas. En met die dobberhengel ga ik meestal op avontuur, een beetje struinen. Wat natuurlijk niet mag ontbreken, behalve het grote schepnet, is een onthakingsmat. Als je mobiel wil zijn, moet je zo weinig mogelijk spullen meenemen. Maar ja, dat valt altijd tegen. Het minste wat je nodig hebt is een struinhengel, in dit geval met een dobber. Een net, een onthakingsmat en een rugzakje. Met wat visspullen en je aas. Daarnaast neem ik ook nog eens een keer een licht stoeltje mee. Want een paar uur staan zie ik niet zitten. Aha, leuke voortspeling. Van het struinen is niks terecht gekomen. Omdat ik last heb van mijn rug. Dan maar een compromisje. Statisch vissen. Met één hengel op karper, de linker. En één op snoek, de rechter, met een sardine. Het weer is eigenlijk nog te mooi, maar je weet het nooit. En misschien krijg ik nog wat bewolking straks. Ik geef het nog een half uurtje en dan ga ik het stukje verderop proberen, onder de dobber. De montage van de dobber is kipsimpel. Als stuitje gebruik ik een draadje wol, twee knoopjes erin, even nat maken en aantrekken. Vervolgens een kraal, dan een connectortje en een dobber afgestemd op het gewicht van je aas. In plaats van lood gebruik ik een glazen pijpje om mijn lijn niet te beschadigen. Dan volgt een staaldraadje en tot slot een sardine. Met in dit geval een takeltje, omdat hij vrij groot uitgevallen is. Ik vang ze liever aan een 3-grammetje. Ja, dit is toch ook leuk. Onder de dobber. Andere kant op. Nou ja, dat valt ook. Leuk plekje hier. Ze zijn niet bijzonder groot. Maar het voordeel is wel dat ik hier lekker met de auto kan verkassen. Ik hoef niet te sjouwen of wat dan ook. Dus ik ga gewoon iedere keer 100 meter verderop vissen. Als ik er een gevangen heb. Tenminste, als het zo doorgaat, hè. Moet je altijd maar afwachten. Deze mag terug. Heeft hij me toch nog even te grazen gehad in mijn vinger. Deze boef. Ik probeer het een uurtje of 3 op het kanaal. Het is hier pakweg 2,5 meter diep. 1,30 meter breed. Maar als het niks is hier, dan ga ik verder met één hengel en een dobber. Op mijn linker hengel vis ik met de method. Kort onderlijntje, een hair natuurlijk, een plastic maiskorrel en een halve borlie. Het lokaas voor de method bestaat uit roggebrood, brinta,
mais en boilikruim. Op mijn rechterhengel laat ik een sardine uit, aan een takeltje. Mijn sardine ligt al uit te rusten op de bodem. En nu gaat deze te water. Mijn linkerhengel. Ik heb precies 3 uur gevist en helemaal niets gezien. Niet op de boilie en niet op de sardine. En dat is niet voor het eerst op dit water. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met dit kanaal. Maar nu ben ik het zat. Ik ga inpakken en ik ga verkassen. Ik ben nog maar een klein stukje doorgereden. Het is echt snoepweer geworden inmiddels. Ik ga verder met alleen een sardine. De kaperhengel blijft in de auto. Nou, de kaper laat ze niet zien. Maar deze gelukkig wel. Niet precies waar je op hoopt. Met dood aas. Maar een mooie vis. Dat mag er zijn, absoluut. Ik lach niet zo gauw hoor. En misschien zitten er nog wel meer hier in de buurt. Nou, dood aasvis is niks meer geworden. En ik ben al onderweg naar huis. Ik probeer er een half uurtje met kunstaars in een woonwijk. Mij maar kunstaars vissen. Binnen 5 minuten een kleintje. En dan 5 minuten later deze. Mooie vis. Ik ga hem snel terugzetten, want het begint te hagelen volgens mij. Het is net mooi weer. Het is heel afwisselend vanmiddag. Hij gaat terug. Met 2 missers en een hagelbui verder. En dan breekt de zon door. En wordt het plotseling windstil. Nou, dat is een mooi moment om ermee te stoppen. Ik ben net op tijd bij de auto. Want daar komt de volgende hagelbui. Tot de volgende keer!